welkom bij deze nieuwe video. Ik zit hier letterlijk in mijn pyjama, want ik ga mij vandaag samen klaarmaken met jullie. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een Get Ready With Me, want ik ga vandaag naar het strand in Nederland. Like, dat gebeurt echt bijna nooit. Het is vandaag dinsdag 19 juli en dit is de dag dat het super heet is. Het is nu precies 33 graden. 33 graden, jongens. En ik ga naar Hoek van Holland. En daar is het echt ongeveer even warm. Dus ik ga vandaag naar het strand. Het is 8 minuten over 11:30. Ik moet om 13:30 bij mijn vriendin zijn. En dan gaan we daarheen. Als je iets van een geluidje op de achtergrond hoort. Ik heb mijn ventilator aanstaan. Want anders ga ik hier dood op een zolder met deze hoge temperaturen. En ik dacht, ik ga me vandaag samen klaarmaken met jullie. Dan kunnen jullie ook zien hoe ik me opmaak naar het strand en zo. En ik neem jullie denk ik ook een beetje mee vandaag. Dat is wel leuk voor de video. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik ben een beetje aan het twijfelen of ik mijn haar gewoon zo los ga laten. Of dat ik het zeg maar zo half omhoog doe. Want het is echt super warm en mijn haar is dik. Het is zwaar, het is lang. Dus ik weet gewoon dat het gewoon helemaal gaat zweten in mijn nek en zo. Dus misschien dat ik mijn haren zo omhoog ga doen met zo'n halve staart. Dan is het op zijn minst uit mijn gezicht. Maar ik ben er nog een beetje over aan het twijfelen. Maar... nee, ik denk toch wel gewoon echt dat ik dat ga doen. Ik heb hier een elastiek. Ik ga denk ik geen gel in mijn haren doen. Het hoeft niet helemaal perfect te zijn. Ik doe het gewoon zo een beetje naar achteren. Zo. En dan pak ik gewoon zo deze first pluk, zeg maar. Zo, kijk. Dan is het nou tenminste een beetje uit mijn gezicht. Ik ga wel een beetje haarspeler in doen. Zodat het wel een beetje plat ligt. Anders is het echt zo'n vroesje. Maar ik wil geen gel in mijn haar doen. Want ik wil olie in mijn haar gaan doen, denk ik, morgen. En als ik gel in mijn haar heb, dan gaat het er niet heel goed uit. En dan gaat die olie niet heel goed in mijn haar. Vandaar. Ik heb hem iets te veel naar die kant gedaan. Maar ja, whatever. En dan pak ik ook nog dit dingetje. Dan doe ik een beetje haarspray. Voor de babyhaartjes. Ik heb echt een groot voorhoofd. Dus ik doe altijd best wel veel haartjes zo naar beneden. Want dan lijkt mijn voorhoofd wat kleiner. En dan natuurlijk ook aan de andere kant. Gelukkig heb ik echt veel van dit soort babyhaartjes, dat is wat chill. Dit is echt een super snelle haarstijl. Dit doe ik ook altijd als mijn haar niet meer zo goed zit en ik geen zin heb om het te wassen. Dit is echt super makkelijk en snel. Ja, ik denk dat ik de juiste beslissing heb gemaakt om dit te doen. Want het is echt te heet voor losse haren. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkjes. Zoals je kunt zien, ik heb mijn wenkjes gedaan op de meer natural manier. Die jullie hebben gezien in mijn laatste TikTok make-up hacks video. Ik ben er echt heel blij mee. I love it. Ik vind deze manier van wenkjes doen echt veel beter. Oké, nou gaan we beginnen met een make-up look. Ja, ik doe make-up op naar het strand. Daar is deze video voor gemaakt. Dus als jij zo'n persoon bent die echt geen make-up draagt naar het strand. Ja, dan hoef je dit gewoon niet te doen. Maar voor alle meiden die er toch een beetje leuk willen uitzien. Net als ik, dan is deze video geschikt voor jullie. Ik doe vandaag ook een tikkietje wat meer make-up op dan dat ik eigenlijk normaal zou doen voor het strand. Want ik ga nog daarna uit eten, drankjes doen in Rotterdam en zo. Dus ik wil er nog wel echt een beetje leuk uitzien ook voor dan. Dus ik ga jullie de make-up look laten zien waarvan ik zeker weet dat zelfs met deze hoge temperaturen het gewoon goed blijft zitten. Want iets waar veel meiden altijd over klagen is dat hun make-up er helemaal afsmelt en viezig aan gaat voelen. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je ervoor kunt zorgen dat dat niet gebeurt. Dat is best wel makkelijk. Ik ga eerst beginnen met het primer van mijn gezicht. Ik gebruik mijn By Kelsha Gold Elixir Primer. Deze gebruik ik al heel lang ook als een soort van dagcreme is. Want deze is echt super fijn voor je huid. En hij hydrateert echt. En hij geeft een hele mooie glow aan je gezicht. Dan natuurlijk heel belangrijk SPF. Want het wordt echt warm. En ik ga vol in de zon zitten. Dus ik heb deze Clarins SPF 30. En die breng ik dan ook nog aan over mijn hele gezicht. Jongens, SPF niet vergeten. En je moet het aanbrengen naar je crème. En dan een beetje laten intrekken voordat je verder gaat met je make-up. Dan ga ik in met foundation. Foundation is eigenlijk iets wat ik normaal zou overslaan naar het strand. Maar nou ga ik het wel aanbrengen omdat ik... dus nogmaals daarna ook nog iets ga doen. Ik ga in met mijn Fenty Beauty Ease Drop Blurring Skin Tint. Dit is dus echt een skin tint. Dus het heeft niet veel dekking. Het geeft gewoon een hele lichte, egale dekking. En dat vind ik dus fijn. Deze heb ik in de kleur 13. Als je deze aanbrengt is het letterlijk gewoon alsof je niks hebt op je gezicht. En dat is ja, waar ik nu echt voor ga. Ik wil niet al te veel make-up op. Maar toch wel gewoon een heel mooi, egaal, stralend gezichtje hebben, zeg maar. En deze maakt ook een beetje mat. Hij is niet heel glanzend. En dat vind ik ook belangrijk.
belangrijk, want alles wat echt heel veel glans heeft, gaat niet heel lang goed blijven zitten. En vooral in de zon is het echt belangrijk dat alles goed mat blijft en goed blijft zitten. Dus eerste tip is al gelijk, pak dingen die echt mat zijn of in ieder geval een naturel finish. En niet echt een hele glowy, glanzende finish. Kijk, het is letterlijk alsof ik niks op mijn gezicht heb. Als ik nu zo naar buiten zou gaan, zou iedereen gewoon denken dat ik geen make-up op heb. Dan natuurlijk ook concealer voor wat meer dekking en om mijn gezicht een beetje op te helderen. Ik ga in met mijn Maybelline Superstay Concealer. Deze is in de kleur 15. Dit is van de Superstay line. En hij blijft ook echt lang goed zitten. Maar hij heeft niet heel veel dekking. Dus dat is wel handig om te weten. Dan ga ik nu in met een cream blush. Ik gebruik deze van Clarins in de kleur 02 Cheeky Pink. Is echt een hele mooie rozige cream blush. En die pak ik gewoon zo met de onderkant van mijn spons. En dan breng ik die gewoon zo een beetje hier zo aan. En ik breng best wel veel aan, want ik ga er nog overheen met poeder en best wel veel poeder. Dus ik wil nog wel dat je het kunt zien, ondanks dat er poeder op ligt. Dus vandaar dat ik iets meer aanbreng. Kijk wat een mooie kleur. I love it. Dan is het tijd voor poeder. Poeder is echt de nummer 1 belangrijkste stap als je wilt dat je make-up goed blijft zitten ondanks het warm weer is. Gebruik echt een volledig dekkende matte poeder en dan gaat je make-up echt goed blijven zitten. Als je dit niet doet, gaat dit er echt weer zo van afsmelten. En een van mijn favoriete poeders hiervoor om te gebruiken is mijn Coty Airspun Extra Dekking Poeder. Dus dit is de versie met extra dekking. En deze is echt geweldig. Hij ligt ook niet zo dikkig op de huid, ondanks het feit dat hij wel een beetje aan de dikke kant is. Maar dit gaat er echt voor zorgen dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. En ik ga er ook echt mee baken. Dus echt lekker veel aanbrengen. Deze stap is echt cruciaal. Ik breng het niet overal aan. Alleen maar een beetje zo op de plekken waar ik concealer heb gedaan. En dan veeg ik het er gewoon weer zo vanaf. Als je een hele vettige huid hebt, laat het dan gewoon echt even een aantal minuten zitten en goed intrekken. En dan met de poeder die nog een beetje zeg maar, op de kwast zit, ga ik ook zo over de rest van mijn gezicht. Om het een beetje mat te maken. Maar ik wil niet baken over mijn hele gezicht, want dan wordt het echt veel te poederig. En dat is niet wat je wil. Kijk, je ziet nu ook dat de blush iets minder is geworden. En nu is hij dus gewoon perfect. Iets wat ik ook altijd gewoon moet doen, is mijn neus contouren. Natuurlijk hoef je dit niet te doen, maar voor mij persoonlijk, ik moet gewoon altijd mijn neus contouren. Ik gebruik mijn Anastasia Beverly Hills Contour Kit en ik gebruik altijd deze kleur hier. En ik ga ook iets lichter contouren dan hoe ik normaal doe, want ja, dit is toch wel een meer natuurlijk look. En dan nu om ervoor te zorgen dat alles lekker hydrateert en intrekt. Een goede spray die echt goed hydrateert. Ik gebruik hiervoor de Wet n Wild Be Mine Honey Setting Spray. Deze is super nattig. Je moet er gewoon eentje hebben die echt nattig is. Zo, en nou gaat alles zo helemaal zo mooi in elkaar smelten. En dat is echt super mooi. Dan is het ook niet meer zo poederig. Ik ga zo meteen verder met mijn gezicht. Ik ga nou even naar de ogen. Ik doe geen oogschaduw. De ogen worden heel simpel. Gewoon een wing, mascara, wimpers en that's it. Ik ga in met een waterproof eyeliner van Catrice. De It's Easy Tattoo Liner. En dan de waterproof versie. Waterproof blijft altijd net nog wat beter zitten dan de normale. En hiermee ga ik een hele naturel mini winged eyeliner aanbrengen. Echt heel klein en alleen maar zo tot het midden van mijn oog. Ik ga het ook niet eens helemaal naar binnen toe brengen. Kijk, echt letterlijk gewoon dit. Zie je hoe mini dit is, maar het maakt wel echt verschil. Kijk het verschil met nou hier en hier. Nou is het echt iets meer cat eye. En dat vind ik mooier, want mijn ogen zijn best wel rond, zeg maar. Dus ik wil altijd zo een andere shape creëren. En dan ook een waterproof mascara. Ook toevallig van Catrice. De Lash Changer waterproof mascara. En als je hele mooie wimpers hebt van jezelf, kun je het gewoon hierbij laten. Maar ik ga toch nog in met nep wimpers, want ja, ik vind het niet mooi. Ik had een lash lift. En toen ik die had, toen liet ik gewoon mijn echte wimpers. Dat vond ik het gewoon mooi. Maar nu is die een beetje uitgewerkt. Dus nou vind ik dit niet meer zo mooi. Dus ik persoonlijk ga ook nog in met nepwimpers. Ik ga deze aanbrengen van Lola's Lashes in de stijl Icons Only. Deze zijn super kort, maar wel heel vol. Ze lijken een beetje op wimper extensions. En dat vind ik er heel mooi aan. Dus ik ga nog even snel deze aanbrengen. Wimpers zitten erop. Je kan mij niet zeggen dat dit niet letterlijk lijkt op wimper extensions. Ik vind het zo mooi. I love it. Oké, nou ga ik verder met het gezicht. Ik ga het ook een beetje bronzen. Ik wil echt gaan voor een mooie bronzy, glowy zomerse look. Dus ik ga weer in met iets van Catrice. De Glow Bronzer. In de kleur 010 Sunkissed Bronze. Dit is echt een hele mooie, warme, glowy bronzer.
Dan highlighter. Er is echt niks wat ik mooier vind dan als de zon zo op je schijnt en je highlighter echt helemaal zo gloot. Ik vind het altijd zo mooi. Dus ik breng zeker ook highlighter aan. Ik ga in met mijn Dior Backstage paletje. En wat ik altijd doe is dat ik basically gewoon alle kleuren pak. En dan vooral wel richt op deze twee bovenste kleuren. Ik vind het hier in de binnenste ooghoeken bij mij ook nog iets te donker. Ik pak even een oogschaduwkleurtje. Je kunt gewoon zo een matte lichte kleur pakken. Dan breng ik die nog zo hier aan in de binnenste ooghoek. Bij mij is het hier altijd zo donker. En ik vind dat zo lelijk. Want dan is het gewoon echt alsof ik moe ben of zo. Dus ik pak altijd iets van een lichte matte oogschaduw. En dan breng ik die zo hier aan. En dan wordt het daar gelijk een beetje verlicht. En dan ga ik ook weer in met mijn highlighter. Deze lichte kleur. Die heb ik ook op mijn neus aangebracht. En dan ga ik daar ook nog een beetje highlighten. Zo, dat is echt een stuk beter. En een beetje onder mijn wenkjes met wat nog op de kwast zit. En dan is het klaar. Dan heb je niet te veel glow, maar toch wel een glow. Dus als de zon zo op jou schijnt, ga je echt helemaal zo stralen. Dat is echt heel mooi. Dan de lippen. De lippen hou ik echt altijd heel makkelijk. Ik denk dat ik gewoon inga met een lipgloss of iets. Ik ga in met een van mijn fave lip combo's. En dat is deze Sweet Tea Lip Pot loodje van Morphe. En deze Too Faced Lip Injection Lip Gloss. Deze is ook al bijna leeg en mijn glossjes gaan echt nooit leeg. Dat laat zien hoe fijn ik hem vind. Deze gaat er ook echt voor zorgen dat je lippen echt heel erg vol lijken. En dan ook een van de belangrijkste stappen. Naar mijn mening is dit echt de nummer 2 belangrijkste stap, dus na de poeder. En dat is een matte setting spray die jouw gezicht echt mat maakt en ervoor zorgt dat je make-up goed blijft zitten. En een van mijn favorites is mijn Urban Decay All Nighter setting spray. En dit is de matte versie. En dit maakt ook echt heel veel verschil. En dan zijn we klaar. Nou mensen, dit is dan de uiteindelijke look. Ik vind het echt super mooi. I love it. De haren en de make-up is nou helemaal klaar. Ik ga ook wel wat make-up meenemen om bij te kunnen werken. Want na het strand wil ik mijn make-up kunnen bijwerken en omkleden en zo. Ik heb hier deze make-up bag van Queen Tarsi. Heb ik ooit gehad in een PR pakketje. Ik neem sowieso mijn lipstick mee en zo. Maar die gaat gewoon in mijn normale tas. Wimperlijm heb ik ook altijd bij in mijn tas. Ik neem mijn wenkbrauwpotloodje mee. Ik neem pincet mee. Ik neem fixing spray mee. Maar wel een andere. Deze van Milani. Make it last. Deze is wat kleiner. Dus die past hier wat makkelijker in. Ik neem ook mijn eyeliner mee. Om die bij te werken. Want die gaat er vaak een beetje af als ik iets te veel op mijn gezicht leg. Mijn spons om eventueel zoiets bij te werken. En deze poeder van Makeup Studio. Om poeder een beetje bij te werken. Ik wil niet die grote losse poeder meenemen, maar deze is heel handig om gewoon zo bij te werken. Wat ik dan altijd doe is dat ik gewoon zo inga met mijn spons en dan gewoon eventueel zoiets bijwerken, zeg maar. Ik neem ook deze blush mee. Die kan ik ook gewoon zo makkelijk bijwerken met mijn spons. En that's it. Dus dit is de make-up die ik meeneem. Ik zal jullie even mijn strandtas laten zien. Deze heb ik ooit gehad van mijn zus. Dit is wat ik allemaal meeneem. Dus al mijn make-up. Een grote strandhanddoek. Ik heb dit bij voor mijn benen. Voor daarna. Dus gewoon crème. Body crème. En ook deze liquid body glow van Makeup Revolution. Die mix ik altijd met mijn body crème. En dan heb ik mooie stralende beentjes. Ik heb hier ook SPF. Heel belangrijk. Ik heb droge shampoo. Maar die is voor mijn vriendin. Zij vroeg daarom. En that's it. Eigenlijk mijn portemonnee en zo zijn gewoon in mijn normale tas. Dan nu bikini strandkleding. Hier is al mijn strandkleding. Ik heb echt veel bikinis. Mijn favoriete bikini is kapot gegaan. Ik ben er echt upset over. Dat was deze. Maar hij is kapot gegaan ergens. Ik weet ook niet meer waar. Maar goed, ik heb nog genoeg andere. Ik ga even alles eruit kleuren, want ik zie geen moer. Deze is ook wel heel mooi, deze groene. Ik denk dat ik voor groen ga. Is ook wel een beetje matchy met mijn strandtas. Niet dat je dat kunt zien, maar oké. Ja, ik denk dat dit hem gewoon wordt. Ik ga voor deze groene bikini. Die ga ik doen. En dan heb ik ook deze witte handdoek. En die zou ik er eventueel zo omheen kunnen doen. Zeg maar zo om mijn heupen. Dus dit gaat ook erin. Ik moet ook even normaal ondergoed erin doen voor daarna. Oké, jongens. Ik heb deze zwarte outfit aan. Deze heb ik ook gehad van mijn zus. Dus geen idee waar die van is. Ik heb hieronder al mijn bikini aangedaan. Ik heb deze witte tas van de Primark. En straks ook witte sandalen. Kijk, dit enkelbandje super cute. And that's it. I'm ready to go. Hier is mijn tas. Ik heb er ook nog wat extra kleding in gedaan voor erna en zo. 2 hours later.